Dag, beste kijker. Vanmorgen waren de wolken op vele plaatsen in de meerderheid. En misschien heeft u ook wel wat neerslag over u heen gekregen. Maar ondertussen ja, zijn er hier en daar toch al wat meer gaten gekomen in dat wolkendek. En ondertussen is het op de meeste plaatsen ook droog geworden. Dat was deze voormiddag zeker niet overal het geval. Vooral over het zuiden van het land kregen we wat regen of een aantal buien. En dan vooral hier langs de grens met Frankrijk. Maar ondertussen zien we dat het al droger geworden is op de radarbeelden. En ook vanmiddag zal het vaak droog blijven. En tussen die wolken zitten er ook wat gaten goed om die zon af en toe tevoorschijn te laten komen. Dus meer een afwisseling tussen zon en wolken en mogelijk nog een paar lokale buien. Vanavond ook misschien nog links of rechts een lokale bui. Maar daarna zijn we vertrokken voor een periode met droog weer. Een uitloper van het hoge drukgebied van de Azoren geeft ons morgen al droog weer. En dan begin volgende week hebben we een hoge drukgebied in de buurt. Trekt naar het zuiden van Scandinavië. En brengt ons zowaar zomers weer. Temperaturen die geleidelijk aan klimmen richting 25 graden. En dinsdag is dat zelfs nog iets meer. En ook voor woensdag is dat nog het geval. Voor vandaag houden we het bij maxima rond 19 of 20 graden. Met dus een afwisseling tussen zon en wolken. En hier of daar kan er nog wel een bui vallen. 14 graden voor Hoog-België en een matige wind hoort daarbij. En dan vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Dus misschien nog een paar laatste buien. En daarna overal droog weer, rustig weer ook. Dus er kan toch wat nevel of mist ontstaan. Dus morgen misschien wat ochtendgrijs. En dan een temperatuur ergens in de buurt van 12 graden. Ja, dat ochtendgrijs dat geraakt snel weg en daarna kunnen we genieten van de zon. Aan de kust zal het vaak zonnig zijn. In het binnenland ontstaan er wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. En we gaan gemakkelijk naar 23 of 24 graden. En voor dinsdag doen we er zelfs nog wat bij. Dan gaat het gemakkelijk richting 25 graden en op sommige plaatsen zelfs nog iets meer. En vanaf woensdag ja, dan sluipen er misschien al wat onweersbuien in onze weerkaarten. Dus voor woensdag is dat vooral over het zuiden van het land. De meeste plaatsen misschien nog droog. Maar donderdag en vrijdag ja, wordt het toch wat wisselvalliger. De warmte blijft misschien nog wel wat hangen. Maar ja, de verschillende weermodellen die lopen wat uit elkaar. Dus dat blijven we in de gaten houden. Maar de zomerse dagen, ja, ze komen eraan. Tot later. Dag.